dan, we blijven bij de vluchtelingen en vooral de opvangplekken. Want veiligheidsregio's gaan op korte termijn 2000 extra plekken creëren voor vluchtelingen, voor asielzoekers. Dat werd gisteren bekend na het Veiligheidsberaad in Utrecht. Die plekken die zijn bedoeld voor reguliere asielzoekers, niet voor Oekraïners dus. En hiermee wordt onder meer het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlast. Zo, vluchtelingen hoeven dan nu dus niet meer in die grote tent daar in Ter Apel te gaan slapen. Die tent die wordt donderdag afgebroken en er komen dus 2000 extra plekken bij. Utrecht, Amsterdam en Haarlemmermeer onder andere hebben al gezegd dat ze deze week gaan beginnen met het opvangen van die asielzoekers. En Marianne Schuurmans is voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland en ook burgemeester van Haarlemmermeer. Goedemorgen, mevrouw Schuurmans. Goedemorgen. Ja, 2000 plekken komen er dus bij, hebben jullie besloten. Is dat voldoende? Hoe lang zijn we daarmee geholpen? Nou, het is in ieder geval voldoende om de druk die er nu is te verlichten. En dan moeten we samen kijken of dat de oplossing gaat worden. Je ziet vaak dat er een soort piek is. Nou, die piekbelasting die hebben we nu afgesproken. Gaan we met elkaar proberen op te lossen deze week. En dan kijken we wat de rest van de vluchtelingen brengt. Ja, dat gaat onder andere dus in uw gemeente gebeuren in Haarlemmermeer. Hoe zien die opvangplekken eruit? Nou, we hebben ze al opgenomen, want deze vraag ligt er al een paar dagen. Nou, Haarlemmermeer heeft na Amsterdam de meeste hotelkamers van Nederland. We hebben het afgelopen najaar al een keer eerder bij zo'n piek van vluchtelingen dat gedaan. Wat wij doen is afspraken maken met een hotel om deze mensen op te vangen. En zo'n hotel richt dan dat helemaal speciaal in met een ruimte waar mensen ook kunnen verblijven, waar ze met elkaar ook kunnen ontmoeten. Vrijwilligers die hen ondersteunen, omdat de dagen anders heel lang zijn. Dat doen we sinds een paar dagen al. We hebben 140 vluchtelingen opgenomen. En dat is wel een extra belasting hoor voor hotels, omdat het toch een meer is dan een reguliere gast. Er komen natuurlijk allerlei vraagstukken als medische zorg en kleding. Er komen allerlei vraagstukken op en dat doen ze heel goed. Ik ben heel blij met hoe onze hotelondernemers dat oppakken. Ja, u heeft gisteren dus met het Veiligheidsberaad om tafel gezeten. Wat is er nog meer uitgekomen? Nou, we hebben in ieder geval afgesproken dat we hebben afgelopen weken 2000 plekken per regio voor ingericht voor de Oekraïense vluchtelingen. Dat is op dit moment genoeg. Maar we moeten natuurlijk ook doorkijken van wat komen er nog veel meer aan en hoe gaan we dat dan inrichten? Dus we moeten scenario denken. Nu kunnen we ze plaatsen. Maar als het echt de toeloop van Oekraïense vluchtelingen groter wordt, dan zullen we naar alternatieven moeten zoeken. En daar hebben we gisteren uitgebreid met de staatssecretaris over gehad. Ja, en die alternatieven nog even heel kort. Wat houden die precies in? Ja, dan moet je kijken naar leegstaande panden. Nog meer kantoorpanden ombouwen tot verblijfruimte. Kortom, we zullen heel creatief moeten gaan worden. Ja, bedankt voor de toelichting, mevrouw Schuurmans. Ja. En dat is natuurlijk mooi dat er wordt gekeken naar die lege kantoorpanden of gebouwen van de overheid. Maar er wordt dan vaak ook gezegd, ja, dit is geen structurele huisvesting. Want ja, daar zijn die panden gewoon niet voor gemaakt. Daar kun je best wel tijdelijk mensen huisvesten. Maar dat is dan dus geen oplossing voor de lange termijn. Nou, als je die panden zodanig kunt ombouwen dat mensen er in ieder geval een aantal maanden of misschien 1-2 jaar kunnen verblijven, ja, dan is het in ieder geval een oplossing voor de periode dat we nog niet precies weten hoe de toekomst van Oekraïne er gaat uitzien. Dus ik denk dat we weg moeten. We kunnen niet mensen blijven opvangen in sportzalen, want dat is echt voor de hele korte termijn, voor een paar weken hoogstens. Dit soort oplossingen die zijn wel vaak voor enkele maanden tot enkele jaren. En dat is wel wat we nu op korte termijn nodig hebben. Ja, we zagen natuurlijk al dat voordat de oorlog begon in Oekraïne, het in de AZC's gewoon soms te vol was, dat het stokte, de doorstroming lukt niet. Dus kunnen we dan concluderen dat we het gewoon niet op orde hebben? Nou ja, we hebben een probleem met draagvlak voor asielopvang in Nederland. Kijk, nog steeds? Nog steeds. Kijk, het COA vraagt al jaren aan gemeenten om nieuwe locaties te openen. Hm. En je ziet eigenlijk nu dat dan steeds naar labmiddelen wordt gezocht. En dat dan gemeenten zeggen, nou, we willen wel tijdelijk willen we een nieuwe locatie openen. Maar die locaties lopen ook weer af. Dus dan heb je in één keer weer twee of enkele honderden nieuwe plekken nodig. Dus we zullen ook structureel, zeker met al die Oekraïners die hier naartoe komen, en dat worden mogelijk echt nog veel grotere aantallen, zullen we echt ervoor moeten zorgen dat het draagvlak voor opvang blijft. En dat betekent ook dat we de overlast die met opvang gepaard gaat, dat we die ook moeten blijven aanpakken. En dat we ons echt zullen moeten richten op de mensen die echt bescherming nodig hebben en die echt op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.